Happy Vlogmas Day 9, guys. Vandaag ga ik weer vloggen voor jullie. Het is nu 8:30. Ik ben eigenlijk te laat voor mijn stage. Dus ik moet echt zo meteen gaan halen. Ik heb maar 10 minuten om naar de bus te lopen. Met dat te poetsen en mijn gezicht schoon te maken en zo. Dat heb ik nog niet gedaan. En ik keek op de klok en ik denk, shit, het is 23. En toen dacht ik van, dan heb ik de eerste bus al sowieso gemist. Nou, de tweede sowieso ook. Toen dacht ik van, hoe kan dat dan? Ben ik een uur bezig geweest met mijn kleding of zo? Ik ben er gewoon om 7:50 ben ik eruit gegaan. Het is nu bijna 9:30. En ik ben gewoon non-stop bezig geweest met kleding uitzoeken en whatever. Echt met mezelf klaarmaken. Dus daarom wordt het wel blij dat ik daar gewoon mijn tijd voor... Nee, dat ik gewoon mijn wekker eerder zet. Gewoon morgen om 7:00. Want dan weet ik dit voor de volgende keer. Ik ga me even klaarmaken en voor de rest doen. En dan... Nou, ik ben dus alweer een tijdje thuis. Ik heb weer gegeten. En ik zit nu te chillen op de bank. Ik ben home alone. En achter mij zijn de donuts die ik vandaag gekocht in de stad. Dit zijn de donuts. Oké, als jullie zouden mogen kiezen welke donut je mocht hebben, welke zou dat dan zijn? Let me know in de comments. Ik zou gaan voor de voorste en voor de achterste donut. En dat ga ik dus eten en ondertussen ga ik dit sapje drinken van Hero's. Hero's liefde voor fruit, sinaasappel, mango, boordevol, vitamine C en fruit zit hierin. En ik ga nu een vlog kijken van Masha die in Miami is. Dus dat is wat chill. En ondertussen chill ik hem gewoon lekker op de bank. Dus ja, welkom bij Luiheid met Jamie. Yay! Ik ga hem even verder chillen en dan zie ik jullie zo. Ik lig nog steeds op de bank en dit oog is echt, begint me een beetje te irriteren. En Sky Radio die heeft altijd de leukste muziek. En na Sinterklaas, dus 6 december, draait ze altijd kerstmuziek gelijk. Dus hoor. En ondertussen, het is nu bijna 10:00. Ik lig nog steeds op de bank te chillen. En ik heb pijn in mijn oog. Sorry guys dat het weer geen leuke vlog is vandaag. Maar ja, ik heb gewoon mega druk. En je kan niet altijd leuke dingen doen. Maar ik beloof jullie dat de volgende vlogs vanaf morgen heel leuk gaan worden. Dus dat is wat je Oké. Ik word echt vrolijk van deze muziek, echt. Ik zie iets jou weer, want ik ga even wat aan mijn oog doen. Nou, ik lig dus in bed en het is nu bijna 12:00. Ik ga zo meteen even de vlog editen. En ondertussen ook nog wel even mijn telefoon op Instagram en zo kijken en zo. Mijn oog begint nu al dikker te worden. En ik lig gewoon heel leuk in bed, want ik was in slaap gevallen net op de bank. Toen kwamen mijn ouders binnen en die begonnen me helemaal wakker te maken. Ik bloed chagrijnig. Dus ik ga even de vlog editen. Sorry dat de vlog van vandaag niet zo lang is geworden. Ik denk zo'n 5 minuten of zo. Maar ik kan jullie beloven dat de vlog van morgen, overmorgen en vrijdag wel heel leuk gaan worden. Dus daar kunnen jullie dan naar uitkijken. Binnenkort ga ik ook mijn kamer helemaal doen. Heel random dit helemaal veranderen. Want ik wil zeg maar hier op deze muur wel plankjes gaan ophangen. Dat ik dan zeg maar mijn dingen kan opzetten. Bijvoorbeeld mijn telefoon weer kan leggen. Echt een nachtkastje kan maken van dit. Dat lijkt me wel leuk. En mijn woonkamertje ga ik nog gezelliger maken. En ik wil ook nog een oplossing voor mijn kleding. Want nu ligt het er allemaal maar op de grond. En daar moet ik ook even een manier voor opbedenken. Ik ga nu even de vlog editen. En dan zie ik jullie morgen weer, guys. Dus zie jullie morgen weer bij een gloednieuw vlogmas video. Tot morgen. Doei.